Hi guys, goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe video van mij. Ik zit weer in het huis van Loutje. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. En wij gaan nu beginnen met le maquillage, want mevrouw heeft zometeen een shoot voor. Ja, voor United Wardrobe. En dat is eigenlijk een shoot waarin ik mijn eigen kleding aan heb en mijn eigen kleding verkoop. Dat is dus eigenlijk heel gaaf. Maar goed, haar en make-up wordt verzorgd. Door Alfredo van der Ven, hè? Natuurlijk! Dus wij gaan snel beginnen, want we hebben een uur en dan ga ik door naar mijn werk. Yes. So, see you later! Hey, Indiaantje. Oh ja, leuk. Dit zie je altijd op Instagram. We gaan eventjes contour en highlighten. Dit zijn de drie sticks die ze heeft gekregen van Smashbox. Dit zijn de Smashbox Step by Step Contour Stick Trio. Scherp! Step-by-step contour sticks. Dus die gaan we nu eventjes verdelen op dan gezicht. Oké, de basis van de make-up zit erop. Zometeen gaan we verder met de wenkbrauwtjes en de lippen. Maar eerst klik ik even het haar erin. Dat doen we gewoon door middel van schijningen te maken. Dan touperen op bepaalde plekken en daar klik je dan die banen in. Dus daar gaan we eerst even mee beginnen. Dus we zijn druk! Druk! Gelukkig werk ik altijd erg netjes. Hoezo hoest jij weer? Netjes, ja. Oké, we zijn klaar. Ik hou het make-up nu even voor gezien, omdat ik heel snel naar mijn werk ga. Make-up is gedaan hoor. Dit krulletjes ga ik nog uitkammen. Ja, maar die laten we inderdaad even zo. Dan heb je het beste resultado. Klopt. Lekker zo lang mogelijk laten zitten. Lekker zo lang mogelijk laten zitten en dan pas uitkammen. Pluk voor pluk. Pluk voor pluk. Goed zo. Met de kam. Schat, ik ga er vandoor. Ja. Ik zie jou straks. Tot zo. Doei liefje. Oké, ik ben aangekomen op mijn werk. Lau ziet er gelukkig helemaal tiptop uit, dus die kan beginnen. Ik zie er zo uit. Dus ik ga nu eens even beginnen. One more thing. Laura zal Laura natuurlijk niet zijn als zij deze prachtige poeders, die ik haar adviseer van Jane, gewoon laat vallen. Moet je nou kijken wat er dan van overblijft. What a mess. Maar goed, creatief als we zijn, gaan wij van een vaste compacte poeder een losse poeder maken natuurlijk. Toch ben ik zelf niet echt een heel erg fan van het dragen van make-up of zo. Maar ik moet jullie wel heel eerlijk toegeven, die poeders van Jane zijn echt fantastisch. Want je ziet toch ook bij iedereen, je hebt echt dit hoekje hier. Dus toch altijd een andere tint. Dus je altijd een beetje die wallen onder je ogen. En nog een paar van die littekens van de behandeling. Of littekentjes. Kijk trouwens, dan kunnen jullie even goed zien hoe die behandeling trouwens verlopen is. Ik heb hele droge lippen, sorry. Maar kijk, zie je dat? Zie je hoe ongelooflijk mooi het is? Bergtokken, hier zie je nog een paar vlekjes. Dat komt dan weer puur omdat het zo heet is geweest de afgelopen dagen. Dus er is gewoon te veel zon. Dus er is een beetje zon ingekomen. Je moet het heel erg beschermen tegen zon, want anders krijg je dus pigmentatievlekken. Heb ik een klein beetje gekregen. Klein beetje make-up, jongens. Even men wear make-up. Nou ja, mannen. Waarom ik dit eigenlijk een beetje doe, is dat voor bij mij, ik heb nu eigenlijk best wel een goede huid de laatste tijd, maar toch, iedereen heeft een beetje last van vermoeidheid. En zeker als je elke nacht na 1 uur gaat slapen, heb je gewoon echt wallen. Dus dat is eigenlijk wat ik vooral een beetje weghaal, maar puur door met kleuren te werken. Kijk, zoals je ziet, heb ik hier een wat gelere tint. Die is wat warmer en die is echt heel bruin. Dus wat kun je ermee doen? De gele tint gebruik je tegen rode vlekjes, dus bijvoorbeeld een rode neus of rode plekjes. Dan pak ik dus echt die gele. En die doe ik dan gewoon heel simpel zo, plup plup plup, hier. Heel klein beetje op die vlekjes. En het is in één keer weg, sorry, kijk even in de dingen zo, dan kan ik die zien. Hier een klein beetje. Ja. Hier, het is echt weg. Zie je dat? Oh my god, die poeders zijn fantastisch!
waar kan ik het kopen? Ja, neem contact met me op en niet via mij, maar ik weet wel adressen waar je het kan kopen. Ik ga wel kijken of ik het inderdaad misschien naar Nederland kan krijgen, want het zijn echt... Er wordt hier ook helemaal geen marketing van gemaakt, maar het zijn zulke mooie producten, jongens. Oh. Altijd hier in deze hoekjes. Die hoekjes zijn ook altijd een klein beetje rood. Zoals je ziet... Ja, het lijkt nu heel veel hoor, wat ik gebruik, maar het is... Ik gebruik er maar hele kleine beetjes per penseeltje. Mijn penseeltje is ook maar echt heel klein. Nou heb ik, omdat mijn huid zo mooi herstelt, nog steeds mijn perfecte litteken. Ja, dat vind ik een beetje minder dit. Goed, binnenkort ga ik verder met plexeren en dan ga ik even kijken of we daar ook nog wat aan kunnen veranderen. Klein beetje daarop. I used to have it all. Dan, tip van de dag. Als jij ooit ergens je wenkbrauwen laat doen, kijk dan naar de wenkbrauwen van diegene zelf. Als je dat niet mooi vindt, laat dan ook niet je wenkbrauwen doen bij die persoon. Niet dat mijn wenkbrauwen altijd fantastisch zijn, maar ik heb wel geleerd, als iemand het bij zichzelf niet kan tekenen, of echt die grote bogen heeft, of heel dun, dan is dat diegene zijn stijl. En dan zal hij dat ook proberen jou ervan te overtuigen. Als je gewoon hele clean, keurige wenkbrauwen ziet, er is eigenlijk niet veel aan de hand en het lijkt een beetje natuurlijk, of het is heel mooi getekend, dan kun je er vaak van uitgaan dat diegene goed is daarmee. Dus ik moet wel een beetje mijn wenkbrauw tekenen, want ik kan niet de wenkbrauw doen van mensen en dan zelf een soort van cracky wenkbrauw hebben. Dus ik vul ze een klein beetje in met een potlood. Deze is van MAC, Velvet Stone. Dat is van de Velux Brow Liners. Aan de ene kant penseel, aan de andere kant borstelcha. Nou, ik heb gelukkig best wel goede wenkbrauw van mezelf. Ik doe gewoon een klein beetje het begin, dan hierboven het hoekje en het puntje. Die onderlijnen hier is heel belangrijk. Die strak maken, dan zie je hier een paar gaatjes. Dus die gaatjes die vul ik dan in. En dan neem je hem mee naar de zijkanten. Hey. En let the day begin. Wenkbrauwen, huid, haar. Check. Met mijn bril op was dat weer een wimperklant die ik gedaan heb. Dat is weer helemaal gelukt. Heb ik gewoon bijen gevuld. Nu ga ik snel de stad in. Ik ga Laura even ontmoeten en we gaan even gezellig wat eten met de buurman. Maar ik heb precies 10 minuten. Dus volgens mij moet ik even opschieten. Oh, stas. She is arrived. Oh my god, she's pretty. En we hebben al besteld. Ja, en het staat al voor onze neus. 1, 2, 3. Bloem. Lekker eten. Wat eet jij, schat? Ik eet een zalmpje met zwarte tagliatelle. Heerlijk. Ik ga voor een New York... Wat was het? New York strip. Strip. Goed zo, Laura. Zo naar een entrecote. En asparagus. Dankjewel. En hier is Robbie. Hi, Rob. Hey, neighbor. How are you doing? I'm great. Enjoy your dinner. Enjoy. Dus wij gaan even eten, want we hebben zoveel. Hey. Zeg maar een beetje wit stil. Dit is echt heel grappig. We lopen nu door de... Ik weet niet hoe dit straatje heet. Ja, wel. Dat straatje van de... Daar, vlakbij Leidseplein. Ja. Dat straatje. Oh, die ja. Met al die het grappige is, het is zeg maar eind september. En het is soort van nog steeds warm. Mensen zitten hier nog gewoon met jasjes open, zonder jasjes. T-shirtjes, lekker op straat. Dus we gaan even een cocktail drinken bij Enjoy. Nee, ja, sorry. Is alleen een lampje. It's all production going on here. Bottletje, weet je wel. Ja. You gotta get a pink pussy, Alfredo. Yeah. Wij zijn midden in de nacht. We zijn midden in de nacht. Laura de hele kast aan het opvouwen. Ik ben ook echt een gek.
kom niet thuis. En nee, het lag allemaal op de bank. Dus mijn hele bed ligt vol. Daarom. Dus ik moet het even opvouwen. Maar het moet echt gevouwen worden. Als ik dat niet vouw, dan komen er allemaal kreukeltjes in. En dit zijn allemaal, dit is al die kleding dat ik ga verkopen. En aangezien is jij een beetje kan vouwen. En ik best wel heel goed. Maar ja, met vier handen zijn we gewoon sneller. Waar ga je dit verkopen, Lau? Ja, op een app. United Wardrobe heet dat. Daar kunnen jullie al mijn kleding kopen. En ik heb vandaag een hele dag fotoshoot gehad daarvoor. Ja. So, als je wil je op de hoogte vindt, blijven, surf even naar de Insta of zo. Daar kun je wel meer berichten erover vinden. Leuk. Dan gaan we het allemaal. Hey, die kan ik me nog herinneren. Ik ben naar daar hebben we een hele leuke foto van, ja. Dancefully. Ja, Dancefully. Oké, guys, ik hou het voor gezien. Ik vond het een hele leuke dag. Super druk. Steek even een duimpje omhoog. Volg even dat kanaal ook. En abonneer ook even op Fred's kanaal. Abonneer ook even op Knol. En zien we jullie de volgende keer. In de volgende video. Doei, guys. Doei.